De kantine van het Hemmerpark is uniek omdat wij een watertappunt hebben waar leerlingen hun flesje, bidon of beker kunnen vullen zodat ze water kunnen drinken. En binnen onze kantine worden gezonde en ongezonde dingen aangeboden, maar vooral gezonde dingen om de leerlingen en docenten te stimuleren om de gezonde en bewustere keuze te maken. Nou ja, van huis uit krijgen ze natuurlijk vaak lunch mee en wij zien de lunch en die is niet altijd even gezond. En wij vinden het dan als school onze plicht om gezonde dingen aan te bieden en ze bewust te laten worden van als je de gezondere keuzes maakt, dan heb je een gezonder lichaam en dan kan je ook meer met je lichaam. De werkgroep die we hebben samengesteld dit schooljaar met Gezonde School om binnen het Helen Parkers bewust bezig te zijn met voeding. En in die werkgroep zijn we plannen aan het maken en ideeën uit te werken om het leefbaar te maken binnen onze school en de leerlingen en docenten bewust mee bezig te laten zijn. En een van de ideeën die we in de werkgroep hebben is om leerlingen een bidon te geven zodat ze water kunnen halen bij het watertappen, dus echt stimuleren van water drinken. We hebben nu op donderdag voor docenten een fruitdag, dus dan is voor elke docent een stuk fruit aanwezig. We zijn ook aan het kijken wat is haalbaar om zo'n dag ook voor leerlingen te organiseren. Dat ze gewoon een gratis stuk fruit krijgen om dat te stimuleren, dat er in plaats van een zak snoep of chips een stuk fruit wordt gegeven.